Ik vind het zonde van het papier. En nou, ik zou zeggen, je mag je mening uiten, maar leg iemand anders niet de mening op dat dat zo is. Ja, eigenlijk ook weer een klein beetje het Zwarte Piet verhaal. Het wordt weer veel zwaarder opgepakt dan dat het eigenlijk is. En ik vind niet dat dat nodig is. Echt belachelijk, het slaat nergens op. Van of je naar de hel gaat als je Halloween viert. Terwijl ik als niet-christen, ik vind het wel leuk de dag van de doden vieren. Ik snap überhaupt niet waar mensen zich druk om maken. Het lijkt wel als er iets leuks wordt georganiseerd waar mensen plezier aan hebben. Dat het op de een of andere manier niet meer mag tegenwoordig. Ik zal er in ieder geval niets mee doen omdat ik het vind dat het een kinderfeest blijft. Dus nee, ze mogen het doen, maar voor mij geen gehoor. Maar het is toch gewoon eigenlijk iets van moet iedereen toch lekker zelf weten? Tuurlijk, tuurlijk. En daarom mogen hun ook hun mening geven. Helaas, maar het is wel zo. Oproepen van doden? Belachelijk. Ja, absoluut. Het uitdelen van Halloween snoepjes staat gelijk aan een offer aan de afgoden. Nee, totaal niet mee eens. Een hele vreemde benadering vind ik dat. Hakenkruizen en dergelijke mijden we toch ook vanwege de achtergrond waar het voor staat? Dat klopt, dat is inderdaad zo. Maar met hakenkruizen, dat is echt een volwassen iets geworden. Dat was altijd al een volwassen iets. Dat was een volwassen strijd. Hakenkruizen, dat is en blijft een heel zwaar onderwerp. En dat zou ik ze ook nooit aandragen als een leuk iets. Het is gewoon een leuk kinderfeest. Dat moet er gewoon zo blijven. Het is jammer dat er steeds meer kinderfeesten, dat er iedere keer opheffen wordt gemaakt over dingen die gewoon heel leuk zijn voor kinderen. En elke keer krijgen we meer ellende en mensen die dingen oproepen. Lekker snoep halen, lekker verkleden. Ik weet niet wat ze hier doen, maar ik vind het heel leuk. En dan, waarom niet? Het is spannend. Wat wil je worden? Je kunt lekkere dingen bakken die er een beetje mee te maken hebben. En ik heb zelf nooit de link gelegd naar geesten oproepen. Iedereen gaat een keertje dood, dus waar mag je de dag van de doden niet vieren?